gemeente Beuningen heeft zijn zaken bestuurlijk niet op orde. Dat vindt de provincie die dat in een brief aan de gemeente schreef. De Beuningse oppositie deelt die mening en weet ook precies waar het fout gaat. Het grootste probleem zit dat ze zich niet aan afspraken gehouden hebben met de provincie toen ze flink in de schulden zaten. Ze hebben 300.000 euro besteed in groenonderhoud, terwijl dat niet mag. Verder uiteraard de zandplank die al 25 jaar speelt. Waar 20 miljoen euro al schuld mee gemaakt is, wat gelukkig nu al een beetje teruggekomen is. Maar het management ontbreekt bij die zandplas. Er is niet echt een wethouder die kan zeggen van kop met spijkers slaan. Het is een beetje heen en weer, we hobbelen tussen ik weet het niet, ik weet niet wat of wat dan ook. Ze hebben niet voor niets twee regels in het coalitieakkoord gezet over die zandplas. En het belangrijkste denk ik dat het is dat per inwoner in Beuningen 3000 euro schuld ligt. Dat is bij een normale vergelijkbare gemeente als Beuningen tot zo'n 2000 euro. Maar in Beuningen hebben ze inderdaad per inwoner meer dan 3000 euro schuld. Omdat er nou 2,7 bij komt van die zandplas met de provincie aan Nijmegen. Wij hebben niet voor niets als SP besloten om niet mee te doen in de vertrouwelijke onderhandelingen met de benoeming van de nieuwe burgemeester. Alleen al om deze reden. Maar dat hebben wij al heel lang geleden gezegd. Voordat de brief van de provincie kwam. Omdat wij voelden dat het niet goed ging hier. Ik heb nog een paar raadsvergaderingen, commissievergaderingen meegemaakt. En ik merk inderdaad dat een hele hoop dingen hier ontbreken aan kennis en dat soort dingen. Ik denk dat de commissaris der Koning zometeen de beslissing gaat nemen. En dat er inderdaad een bestuurder moet komen die de wethouders in gereel kan houden. En inderdaad dat er een strak bestuur moet komen. Het belangrijkste wat ze nu moeten doen is niet Sinterklaas gaan spelen. Dus geen dromedaris bouwen, geen zwembad vernieuwen en dat soort dingen allemaal, wat wel in het coalitieakkoord staat. Er staan ook ontzettend veel onderzoeken in, dat kost ook een hele hoop geld. Ik denk dat ze een stap terug moeten doen en inderdaad moeten zorgen dat de schuld per inwoner veel minder wordt.